dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ben dus nu samen met Chimeur en mama onderweg naar de Wieringermeerruiters. En zometeen heb ik dus weer lekker springles. Ik heb er super veel zin in. En mama zal dus tijdens de springles leuke stukjes voor jullie vloggen van de springles. En een tijdje geleden had ik dus ook al zeg maar een springles video gemaakt. Toen ging je eigenlijk niet zo heel goed, maar die keren daarna ging je wel heel fijn. Dus ik dacht, misschien kan ik jullie in deze video wel laten zien wat wij allemaal uit de trickendoos kunnen halen, zeg maar. En ik wou je dus nog even vertellen dat Gorssel, de cross, helaas niet doorgaat. En dat komt omdat het natuurlijk een NK was en ze hadden ons netjes opgebeld dat je dus daar pas aan mee mag doen als je 2 winstpunten in het L hebt. En ik heb dus nog in 1 keer L gecrossed, dus kon ik helaas niet meedoen. En die dag was ook dus nog in Lisse crossen, maar die was helaas vol. Dus dat vind ik echt super jammer. Dus we moeten nog maar even kijken of er misschien nog een leuke cross dit seizoen is. En anders was dus de kampioenschappen de laatste cross van dit seizoen. Dus dat is wel super jammer. Dus ja, ik hoop dat er misschien nog een leuke cross tussen zit. Dus ja, daar balen we wel heel erg van, want we hadden super veel zin in. Maar ja, het is helaas niet anders. En gelukkig heb ik wel super veel zin in voor de sportdag. Gaan we lekker dressuren en lekker springen. Dat wel, El. Voor de tweede keer dan. Dus daar gaan we nu lekker op focussen. Dus daarom ga ik jullie vandaag weer gezellig een dagje meenemen tijdens de springles. Hoe wij dus eigenlijk ons een beetje voorbereiden op ons springparcoursje op de nieuw voor de sportdag. Dus veel kijkplezier! We zijn dus aangekomen op de springles. En jongens, kijk. Champy heeft weer eens hooi gegeten. Was het lekker? Ja. Nou, mama had hem dus thuis met zijn pees omgedaan en gepoetst. Dus nu doet mijn moeder de klep open. En gaan we hier op de vrachtwagen opzadelen. We hadden net een appeltje gegeten. Dus Champy krijgt het klokhuis. Nu gaan we lekker verder opzadelen. Rustig losreis, zodat zijn spiertjes alvast lekker warm zijn. Zodat we in de springles gelijk kunnen beginnen met het springen, zeg maar. Dus we gaan hem nu lekker opzadelen. En dan gaan we zo losrijden. Nou, Champy is er bijna klaar voor. Hij heeft zijn zadeltje op. We moeten het dekje nog even een beetje goed leggen. Maar als hij zo staat, hadden we Simon er alvast aan vastgemaakt. Want ik vind het wel fijn, zo lekker gewoon op de wagen kunnen opzadelen. We zijn nu zijn hoofd aan het indoen. En mijn moeder heeft hem opgesloten. Dus mama moet zo even maar weer bevrijden. En dan kunnen we gaan losrijden. Voor de mensen die mij inmiddels kennen, weten natuurlijk dat ik echt super lenig ben. Dus ik ben met mijn lenige actie ben ik over het schot heen gegaan. Dit keer ben ik niet gevallen. Het gaat sowieso nog wel een keer gebeuren, want ik ben niet heel lenig. Maar het is me toch gelukt. Ik ben aan de andere kant. Dus we zijn nog even de laatste spulletjes aan het vastmaken. En dan gaan we van de wagen afhalen en gaan we losrijden. Lopen maar. Kom maar, je mag. Champy? Oh, ik heb alleen ook mijn handschoentjes van achteren. Goed zo. Heb je er een beetje zin in, Champ? Ben je weer een beetje blij? Ja, dus ik ga even mijn handschoentjes aandoen. En dan gaan we losrijden. Mama is Champy nu nog even aan het aansingelen. Want anders val ik er straks vanaf. Nee, dat was een grapje. En dan zijn we er nu helemaal klaar voor. Harder, hè? Niet harder tempo, een beetje drukken, mooi stil zitten. Mooi. En dan je rechterbeen mooi aan, want ze gaan allemaal een beetje over die buitenschouder hier. Stiekem terug naar de hoefslag. Zo. Rechterbeen nog iets strenger, druk zo meneer in je linkergalopje probeert te landen. Brit. Zo, Brit ook, rechterbeen een beetje terug. Goed zo. Op je bovenste strenger, was al wel beter recht. Ja, hij gaat een beetje zo van binnen naar buiten. Ze gaan nu 2 sprongen doen. Ze gaan hier dit kruisje doen en dan gaan ze door naar de stijl. Johanna moet nog even wachten.
ging hartstikke netjes. Ze moeten nu de galopsprongen tellen. Stappen, want anders loopt het weer op. Er ging een balk af, dus moet ze even stappen. Deurtje dicht. Wil je een appeltje? Je hebt zo goed je best gedaan, hè. Ja. Nou mensen, we zijn klaar met de springles. Hij staat alweer lekker op de wagen en de wagen staat al aan. Dus we gaan zo lekker naar huis toe. En Chimp heeft nu een appeltje gehad. Hij ging echt super goed. Hij was heel fijn. Hij hing niet in mijn hand. Hij was niet heel trekkerig naar de sprong toe. Eigenlijk alleen een beetje op het laatst. Dus hij ging echt mega goed gewoon. Helemaal naar de volgende keer van de springlesvlog. Dus ja, ik ben heel erg blij met hem. We gaan nu weer voor in de cabine zitten. En dan gaan we weer lekker naar huisje toe. Weer terug op stal. En er staat een auto. Zijn moeder moet even goed sturen. Maar dat kan ze makkelijk. Dus ik ga even achter staan. Beetje krappies. Maar het lukt allemaal. En dan gaan we Chimpy lekker uitladen. En jongens, oh mijn god, ik ben er zo blij mee. En er komt, volgens mij was het morgen, ik weet niet 100% zeker, maar komt op de zijkant. En dat is echt mega gaaf.
Dus. Hallo, leef je nog? Wat heb je er een puinhoop van gemaakt, champ? Oh, jee toch. Ja, schatje. Touwtje helemaal eronder. Mama, champ heeft een hele troef van gemaakt. Boefje. Moeder doet de schot open. Het is warm, jongen. Ja. Ik had er geen dekentje op gedaan. Maar meenemen? Ja, ik had het raampje open gedaan, want het was hier best warm. Oh, ging iets anders dan dat het moest. Nou, ik ga knappe Superchampie even nabezorgen. Ga eens terug. Misschien is het wel leuk. Als ik een keertje laat zien wat ik dus... wat ik dus doe na bijvoorbeeld, ja... Dit is nu bijvoorbeeld een training, maar dit kan ook zeg maar zelfs zijn als op wedstrijd. En eigenlijk zitten ze dan gelijk meteen lekker op stal. En dan haal ik eerst altijd even lekker de beschermertjes af. Ja, Chimpy. Zo. Oh, Chimpy toch. En ga ik nu even het halstertje afdoen. Zo. Dan pak ik achter. Hé, kom eens hier. Oh, ja. Leg dit hier even neer. De deurtje dicht. Dan pak ik even achter. Ja, jongens. Papa heeft weer eens geplast op de poetsplek. Ik geef het lichtje aan. Tadaa. Kijk. En hier had hij geplast. En kijk, ik loop nog helemaal tot daar. Echt smerig, maar dat maakt niet uit. Dan ga ik even nog een lekker borsteltje pakken. Even poetsen. Deze. Champie, even poetsen. Champie, even poetsen. Dit ga ik even niet filmen, want dat is niet te handig, denk ik. Maar ik ga hem gewoon overal even poetsen. Zijn hoofdje, zijn lijfje en zijn beentjes. Dan krijgt hij daarna weer zijn dekentje op. Dan ruim ik de spulletjes op, ga ik hooi voor hem pakken. En krachtvoer heeft hij al gehad. Ben zo jeuk, jongen. Ben zo jeukie. Kijk eens hoe lief die kijkt. Ja, je bent een cutie. Nou, ik heb hem even gepoetst. Zijn dekentje zit weer op. Ja, champ. Ik vind je heel schattig. Halstertje weer even ophangen. Ja, champie. Kijk zo schat. Oh, wil jij ook aandacht, Poppy? Poppy komt ook aandacht tekort. Ja, je bent zo zielig. Je bent zo zielig. Ja, je hebt meer dan al aandacht. Maar nu krijg je ook nog even aandacht. Ik weet niet, als jullie de eerste paar vlogs van Poppa hebben gezien, zag je dat hij nooit met zijn hoofd heel verder uit durfde. Maar nu duwt hij me gewoon weg. Dus hij komt echt wel een beetje uit zijn holletje vandaan. Want eerder was hij altijd een beetje terughoudend, zeg maar. Dus dat hij durfde wel stoute dingen te doen. Maar toen kon ik hem gewoon, waarschijnlijk kon ik gewoon de hele nacht de stal openlaten. En zou hij er niet uitrennen. Maar nu... Nu is het af en toe nog steeds een apie en doet hij het gewoon, blijft hij nog steeds gewoon een uur staan. Maar af en toe als hij echt ondeugend is, Poppa heeft echt een soort van taag of zo, wanneer hij heel ondeugend is. En dan rent hij gewoon bijna de stal uit. Maar dat komt niet heel vaak voor, want jullie kennen Poppa en die is heel braaf. Die doet nooit wat, maar als je bij Champ 2 minuten de stal open staat, rent hij ergens op het land. Ja, maar dat doet Poppa niet. Nee, heel af en toe. Heel af en toe als hij er gewoon even zin in hebt. Ik lig hier weer even uit. Nu ga ik even hondjes voor jullie halen. Ja, nu ga ik even hondjes voor jullie halen. Ook voor Champy. En ook voor zielige Popeye. Heb je nou zo nog geen eten gehad? Nou, ik vind je ook heel zielig hoor. Je ziet er ook zo mager uit. Hè? Gaat hij schrapen? Ja. Hoefje. Dan ga ik even hondjes halen. Even kruiwagen halen. Zo, even hooitjes brengen. Dit is alleen hooi voor Champ. Poppy krijgt dit absoluut niet. Zo. Even kruiwagen aan de kant. Dit hooi is voor Champy. Zo, wil je niet? Ho, ho, ho. Hij heeft wel 2 wielen, maar het sturen gaat nog niet helemaal. Ja, deze wil je wel helemaal, hè? Nou, die krijg je niet helemaal. Dan word je ziek.
Zo. Nou, wat is dit nou toch? Dit noem je toch genieten? Abadabada, wacht hè. Zo. Eens terug. Poppy krijgt het hoor niet, want dan zit hij iets te veel suikers voor hem in. Gaat hij een beetje klapperen met zijn hoofd. Dus Chimpy krijgt dit. Maar voor Poppy ga ik even droog gooien. Ja. Poppy is heel boos. Nou, ik snap het wel. Zou het ook niet leuk vinden als hij wel krijgt en ik niet. Maar ja, helaas kan ik niet ze tegelijk eten geven. Oké, kijk. Heb je ook even wat te knabbelen? Ja, nu ga ik jouw hooi halen. Echt hoor. Neem deze weer mee terug. Dan gaan we nu hooitjes voor Poppa halen. Die is ook blij, die heeft ook zijn hooitjes. En nou is Chimpy weer. Ook zijn hooitjes. Alles is opgeruimd. Morgen heb ik les met Pop, dus zijn spullen liggen aan de wagen. Nu ga ik lekker naar huis. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik vond het vandaag super goed gaan, dus vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk je om te abonneren. En dan zeg ik fijne avond van ons allemaal. Kusjes van ons. Doei!